Een aantal ondernemers in Arnhem organiseert op 19 en 20 december een kerstmarkt met een maatschappelijk karakter. Leon Hermsen, eigenaar van Momento, legt uit wat deze kerstmarkt behelst. We hebben 19 en 20 december hebben we op het Betokplein hiervoor bij het Rozet een kerstmarkt. We hebben met Holiday Inn samen en Heren van Amstel, waar we de samenwerking mee aangegaan zijn om die kerstmarkt te realiseren, een ludieke actie bedacht. We beseffen dat niet iedereen een kerstmarkt kan vieren, of in ieder geval een kerst goed kan vieren. We hadden zoiets van, we zijn een maatschappelijk gebouw, we zijn een maatschappelijke samenwerking, dus laten we ook iets maatschappelijks doen voor de samenleving, dus vooral in Arnhem en omgeving. En we hebben gezegd van, we houden een win voor een gezin actie. Win voor een ander gezin, moet ik zeggen. Als je een gezin weet wat het moeilijk heeft in deze tijd en ja, op wat voor reden dan ook maatschappelijk geen kerst kan vieren. We hebben gezegd van nou, dan bundelen we onze krachten. We geven een geheel verzorgd overnachting met ontbijt van Holiday Inn uit aan dat gezin. Restaurant Momento geeft een diner met wat helemaal geheel verzorgd is. Met drankjes, alles op en eraan. Heren van Amstel biedt ze een borrel aan, dus ze beginnen zeg maar te borrelen. En dan gaan ze bij ons eten, drinken en daarna overnachten in Holiday Inn. 'Sochtends worden ze met een ontbijt ontvangen. Ja, we willen het gewoon echt in het daglicht zetten voor het gezin dat ze ja, een leuke kerst gaan hebben. Kinky Kappers heeft gezegd van luister, wij doen mee met deze actie. Leuk dat jullie dit initiëren. Ze hebben aangeboden om het hele gezin 's ochtends helemaal te knippen, zodat ze tipt op de dag doorgaan. Er is nog een andere cateraar die heeft gezegd van nou, ik wil eerst de kerst toch nog wel wat doen. En het is heel erg leuk. Het geeft echt een spin-off. Het motiveert andere ondernemers om ook iets bij te dragen. En dat vind ik erg leuk. Ja, en hoe bent u op dit idee gekomen? Ja, we vonden dat alle Arnhemmers en Nederlanders gaan allemaal met bussen vol naar Düsseldorf toe of naar andere kerstmarkten. Ik zeg, wij moeten juist de Duitsers met de bussen naar ons toe halen. Dus we zijn dit kleine initiatief begonnen om een kerstmarkt te organiseren. Gisteren hebben we de Eusebiuskerk zo'n kerstfeer gehad en Koningsstraat. Erg leuk initiatief en ik hoop dat we volgend jaar een samenwerking met z'n allen kunnen realiseren. In dat traject daarnaartoe hadden we zoiets van, oké, de doelstelling is om met z'n allen volgend jaar een nog grotere kerstmarkt neer te gaan zetten. Lage kosten en we hadden zoiets van, oké, hoe geven we dit voor de eerste keer een goede spin-off? Door inderdaad die gedachte van kerstmis, geef iets, heb iets over voor een ander, voor je naaste. Laten we dat dan ook op deze manier gaan doen. Ja, en hoe gaat die kerstmarkt eruit zien? We hebben een kleine 25 kramen. Het komt helemaal vol te staan met kerstbomen. We hebben een ondernemer gevonden die heel graag daar zijn kerstboom wil verkopen. Dat geeft extra sfeer natuurlijk. We hebben vuurkorven van Apentrots, Wouter, Groenendijk is dat geregeld. De drie van die grote vuurbakken. Duitse braadworst, Frankfurters, nou noem het maar op. Ja, goed, ettersoep en van alles en nog wat. Wat leuke kraampjes die we hebben verhuurd voor hele lage prijzen. En dat moet gewoon een heel leuk iets worden. Als het niet lukt, ga nooit ermee pakken bij neerzetten. Weet je, de eerste keer is altijd even uitproberen. Als volgend jaar dan weer gehouden wordt, dan heb je herhaling. En dan hoop ik dat het een goede drive gaat krijgen voor andere mensen. Het is echt een idee om een ander gezin, wat je vindt dat het verdient, op te geven. We hebben een Facebookpagina gemaakt. Wat ik zei, we hebben een Facebookpagina Kerstmarkt 19 en 20 december Bartokplein. Als je dat in je zoekbalk zoekt van Facebook, dan kom je daarop uit. Dan kan je het liken. En dan zie je dat daar bovenaan de tekst staat met wat je moet doen om een ander gezin aan te melden. Wat ik zeg, we hebben al heel veel aanmeldingen, maar echt iedereen is welkom om daar ook nog op te reageren. Wanneer worden de winnaars eigenlijk bekendgemaakt? We gaan aanstaande zaterdag 20 december om 4 uur wordt het bekendgemaakt hier op de kerstmarkt natuurlijk. Dus we hopen dat veel mensen daar naar komen kijken. Ze krijgen het arrangement zeg maar, aangeboden op de 24e kerstavond. En dan gaat het de hele dag eigenlijk kerstochtend al om 9 uur 's ochtends hè, bij Kinky Kappers. En dan gaan ze eigenlijk de hele dag in de watten gelegd worden.